Hey, welkom! In deze video ga ik je uitleggen wat je bij rekenen toets 2PT moet doen. Dat is de toets van week 4, blok 2, periode B. Kijk maar mee. In deze toets ga je heel veel doen met tijd en klok kijken. Vind je dat dus moeilijk en snap je ze echt niet? Net zoals in de klas, dan sla je ze over, dan doe je ze niet. Dan zijn ze wel fout, maar weet ik in ieder geval dat je het moeilijk vindt. Uh, want op Junior Einstein staat deze week al bij weektaak klok kijken het begin. Dan ga ik helemaal van het begin af aan uitleggen hoe we moeten klok kijken. Dus als je deze opdracht moeilijk vindt, ga alvast op junior Einstein oefenen met klok kijken. Het aflezen van een stopwatch. Daarbij had je aan de linkerkant de minuten. Aan de rechterkant de seconde. De link komt ook boven in beeld nu met de uitleg hierover. Dan hebben we heel veel klokkijken. Die sla ik even over, want ik weet hoeveel kinderen het moeilijk vinden. Uh, de juiste lengtemaat. Je kan kiezen uit een centimeter, dat is dit ongeveer. Een millimeter was het puntje van je, van je pen of je potlood. En dan heb je een centimeter, een decimeter... Een meter was zo'n hele grote stap, en een kilometer waren wel duizend grote stappen. En dan gaan ze bomen, dan gaan ze bomen, koek koek meester, dan gaan ze vragen, de boom is ongeveer 8 mm hoog. Een boom is het 8 centimeter, wat was een centimeter ook alweer? Dit is een centimeter. Dus is een boom 8 van deze vingers op elkaar, of is die 8 meters lang? Of hoog. Een meter, dat hele lange ding wat in de klas hing, achter mij aan de linkerkant van die grijze kast, dat is ook een meter. Um, dus dan is de vraag: hoe wat is dit? Een, het kind, dus een kind. Dus geen volwassen iemand, is het ongeveer een centimeter of ongeveer een meter lang. Nou, dan hebben je hier de afkortingen. DM was decimeter. M meter, cm centimeter en mm -hmm millimeter was het puntje van je potlood. Dus het puntje is ongeveer een millimeter. En dan vraag je: potlood, hoe lang is een potlood ongeveer? En omrekenen van minuten naar seconden. Oké, okay, allemaal. Ik tel af. Van 3, 2, 1, 0. Bij 0 zeg je hardop hoeveel seconden heeft een minuut. 3, 2, 1. Heel goed, 60 seconden. Dus ik heb hier 77 seconden. 1 minuut is 60 seconden. Dus ik heb hier 1 minuut. Dan moet ik er 60 seconden van afhalen. 77 min 60. Hoeveel seconden hou ik over? Dus 1 minuut en hoeveel seconden? Nou, zo gaat dat door. Ehm... Um, 5 minuten, 1 minuut is 60 seconden. 5 minuten zijn dan hoeveel seconden? 10 minuten zijn dan hoeveel seconden? En sleep hem in het goede vakje. Nou, hetzelfde. 4 minuten zijn hoeveel seconden? 5 minuten, 5 keer 60, 4 keer 60. Nou, hoeveel minuten, hoeveel seconden? Hoeveel minuten, hoeveel seconden? Et cetera, et cetera. Uh, Jongens en meisjes, heel veel succes met deze toets. En ook heel veel plezier. Denk goed na wat. Is een millimeter, puntje van je potlood, centimeter, decimeter, meter. Blijf er elke keer over nadenken. Veel plezier!